CBS met data? CBS is eigenlijk, zeg ik wel eens, het big data bedrijf van de overheid voordat het zo heette. Voordat het werd uitgevonden. Voordat het werd uitgevonden. Het is ooit eens bedacht in de 19e eeuw al. Dat de Nederlandse samenleving behoefte had aan rationele besluitvorming op basis van gegevens, data. En dat is de reden waarom CBS toen is opgericht. Nou, staan jullie wel eens onder druk als CBS van dat jullie met minder geld nog meer moeten gaan doen? En tegelijkertijd zie je ongeveer het belang van big data toenemen. Heb je daar niet de pest over? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een spanning. Op zichzelf vind ik een druk op een organisatie om steeds te vernieuwen en efficiënter te worden. Zowel in de processen als in de technologie die je gebruikt, die het goedkoper kan maken. Dat vind ik een goed gegeven. Dat is immers in het bedrijfsleven niet anders. Maar het is natuurlijk wel zo dat wil je als overheid daadwerkelijk beleidsprioriteit geven aan big data en een moderne samenleving gebaseerd op rationele besluitvorming met data, dan zul je natuurlijk wel moeten investeren. Zeg maar, zoveel jaar geleden waren jullie eigenlijk de partij die de data zouden moeten of kunnen aanleveren. Daar had je zelfs bevraging over. En nu komen al die data overal vandaan. Betekent dat iets voor de positie die je dan inneemt ten opzichte van al die partijen? Ja, dat betekent het zeker. Vroeger was het natuurlijk ook wel zo dat andere partijen veel data hadden. Ook data die statistiekbureaus helemaal niet hadden. Grote bedrijven bijvoorbeeld. Waarom waren bedrijven vroeger zo enorm en die conglomeraten? Dat was omdat je dan centraal een enorme hoeveelheid data bij elkaar kon brengen. En dat is nu tegenwoordig is eigenlijk data is gesocialiseerd. Het is gedemocratiseerd. Iedereen kan er bijna bij. Of makkelijker bij. Maar er is toch nog steeds, merken wij in de samenleving, een grote behoefte en in de politiek een grote behoefte aan official statistics, zoals dat in ons veld heet. Dat zijn zeg maar de gecertificeerd kwalitatief hoogwaardige gegevens. Want een van de problemen met big data toepassingen zoals die in het bedrijfsleven veel plaatsvinden, is dat dat toch een beetje benaderingen zijn, ongeveer, indrukken. En het is wel, daar kan dat heel goed werken. Maar in sommige toepassingen wil je gewoon precies weten hoeveel het is. En wil je gewoon een soort officiële record hebben van een land, van hoe staat het ervoor. En daar is dan typisch official statistics voor. Ja, snap ik. En hoe is jullie reputatie dan op dat terrein? Zijn jullie gewoon, zeg maar, onweersproken, die autoriteit? Internationaal? Of? Nou, begin nationaal, maar wat mij betreft ook internationaal. Nou, ik denk nationaal zeker wel. Dat heeft natuurlijk toch te maken met de historie en de het kwaliteitsmerk, zeg maar, dat we hebben. Ook internationaal hebben we een enorme goede status eigenlijk wel. Ik denk misschien zeker in Europa, maar wereldwijd ook eigenlijk wel een van de beste. En dat willen we natuurlijk ook zo houden. Ben je nog dezelfde organisatie als zoveel jaar geleden? Nee, totaal anders. Zoals ik zei, ons veld is totaal aan het veranderen door de datarevolutie. Vroeger was het letterlijk zo dat als het CBS iets wilde weten, dan deed je vragenlijsten uit. Dus je had een vraag, er moest iets worden berekend, werkloosheid of zoiets. En je ging gericht, vragen aan de samenleving die informatie. En dan moesten ze dat inleveren en dan maakte je daar een overzicht van en een statistiek, et cetera. Toen vervolgens ontstond er al die digitale technologie en gingen heel veel organisaties in de Nederlandse samenleving, ook overheidsorganisaties, gingen data opslaan in allerlei systemen. Denk aan de Belastingdienst, denk aan het UWV. Al die organisaties en ook gemeentes die slaan data op in hun systemen ten behoeve van hun werk, niet ten behoeve van ons werk. Wat wij hebben gedaan in eerste instantie is een transformatie maken van die oude manier van werken naar een manier waarbij wij van al die data die andere organisaties hebben verzameld, die lezen wij allemaal in, zeg maar. Ja. En vervolgens maken wij daar de statistieken van die wij daarvoor ook maakten. Dat is dus eigenlijk een grote stap als je erover nadenkt, want je gebruikt data die helemaal niet bedoeld is voor het doel waarvoor wij het willen gebruiken, maar je moet daar modellen voor maken en je moet daar statistiek voor maken. Dat was een grote stap. Nou, de weervolgende stap, en dat is dan die big data stap, zeg maar. Dat is de stap waarin je gaat naar data die door sensoren wordt verzameld.
sensoren van allerlei soorten. Dus niet alleen maar data van andere overheidsorganisaties, maar gewoon allerlei sensoren die in de samenleving aanwezig zijn. Die data, die zijn al helemaal niet verzameld om voor statistiek. Nee. En dus het is ook niet aselect en zo. Dus het allemaal hele ingewikkelde dingen aan vast. Ja. En die stap die zijn we nu aan het maken. En het grote voordeel daarvan, want waarom zouden we dat willen, hè, die big data stap, dat is dat het veel sneller gaat. He, je kunt statistiek maken bijna real-time basis. Ja. Maar ook heel belangrijk, je hoeft de burger niet meer lastig te vallen, want je haalt de data uit de sensoren en je hoeft hem geen vragenlijsten meer te sturen. Dus dat scheelt een stuk, hopelijk, hè, in de toekomst. Mm-hmm. En wat ook een heel belangrijke is, als je werkt met statistiek van de oude stempel, dan wil je iets weten en dan ga je een steekproef doen. Je doet een steekproef in het land, je krijgt die data terug en dat verwerk je tot statistiek. Maar als je dan vervolgens die data op een iets andere manier wil gebruiken, voor een ander doeleinde, of je wil iets meer inzoomen op een bepaalde regio of een bepaalde groep mensen, ja, dan is het niet fijnmazig genoeg. En big data, ja, die is zo fijnmazig, dat kun je bijna oneindig inzoomen. Jullie zijn volgens mij ook met datacenter op stadsniveau bezig. Daar beschik je blijkbaar al op stedelijk niveau over ongelooflijk veel databronnen. Is dat een proef of waar zijn jullie bezig? Nou, we zijn al begonnen in Eindhoven. Wat doe je daar? In feite komt het neer op hetzelfde als wat we doen op landelijk niveau, ja, maar dan op stadsniveau. Steden hebben natuurlijk andere behoeften ten aanzien van hun statistiek. Ze willen bepaalde dingen weten over bepaalde wijken, over bepaalde mensen die daar wonen. Dus niet over individuele mensen, maar over groepen. En die statistiek, of vervoersbewegingen, dat soort dingen, die zijn van belang voor het stadsbestuur. Wat waren de vragen die Eindhoven had? Nou ja, waar loopt het vast in het vervoer? Waar moeten we investeren in de wegen? Waar moeten bussenlijnen worden verbeterd? Wat voor bronnen heb je dan daarvoor? Nou, soms hebben ze die nog niet en soms hebben ze die wel, omdat ze bijvoorbeeld van die lussen in de wegen hebben en dan kun je alvast wat analyses maken. Maar soms moet je nieuwe data gaan verzamelen. En soms hebben wij die data. Bijvoorbeeld als het gaat over sociale aspecten, de ongelijkheid en zo. Wij hebben dat voor het hele land, maar we hebben dat ook op wijkniveau? Soms wel, ja. Want wij hebben namelijk beschikking over alle data van de Belastingdienst bijvoorbeeld. Dus wij kunnen de inkomens van mensen bekijken. We weten waar de mensen wonen. We hebben ook alle gemeentelijke basisadministraties. Dus we kunnen heel veel met elkaar in verband brengen. En dan als het ware statistiek maken daarover. Dus voor een gemeentebestuur is dat natuurlijk buitengewoon interessant. Om precies dezelfde reden als waarom statistiek voor het landelijk bestuur interessant is. Alleen het zijn vaak net even andere statistieken. En door die big data beweging heb je nu zoveel bronnen en databronnen, dat je ook op dat niveau uitspraken kan doen. Dat is zeg maar een beetje, het is natuurlijk een beetje een toekomstbeeld. Hè. Die big data bronnen die gebruiken we wel al wat, maar nog niet in volle mate. Dat zal zich moeten ontwikkelen. Maar inderdaad, op stedelijk niveau zijn ze daar erg geïnteresseerd. En zeker ook met die smart city concepten die er nu... Ja, dat vroeg ik wel af. Van, ja. Die zullen jullie waarschijnlijk bij voorkeur gaan opzoeken. Ja. En Eindhoven wilde waarschijnlijk voorop lopen. Dus ja. Je ziet eigenlijk de volgende beweging optreden in dit statistiek land. Dat landelijke statistieken een beetje hun belang verliezen ten opzichte van andere, van regionale statistiek, stedelijke statistiek. Waarom, en anderzijds, waarom is dat? Ja, steden die veel zijn decentraliseerd naar de steden als het om bestuur gaat. Mm-hmm. Ben je zeer van op de hoogte. Ja. En, dus er komt steeds meer verantwoordelijkheden daar te liggen. Daarnaast, wat ik al eerder zei, data is gedemocratiseerd. Dus het komt ook daar terecht. Ook daar willen ze er dus iets mee. En ten tweede zie je dat als het gaat om de grote meer macro dingen, de economische, daar zie je dat de economie volledig globaal is geworden. We hebben globale value chains, zoals dat heet. Op niveau van wereld en Europa is een veel hogere schaal niveau. Als je kijkt naar een smartphone bijvoorbeeld, die wordt niet op één plek gefabriceerd. En ook niet, zeker niet in je eigen land. Die komt over de hele wereld. De chip komt hier vandaan, het scherm komt daar vandaan. Nou, dus dat zijn globale value chains. En hoe maak je daar nou goede statistiek van op landniveau? Ja. Dus wat je ziet is, je krijgt enerzijds een pool van de statistiek naar het internationale level. En aan de andere kant krijg je het juist naar het lokale. Oké, nou ben jij een landelijke instelling of een nationale instelling. Dus je wordt gewoon verscheurd. Ja, nou ja, het verscheurt niet. Wij focussen dus op die twee dingen. Wij werken internationaal samen met andere statistiekbureaus om dat op de internationale statistieken te kunnen maken. Over de landsgrenzen heen kijken. Daar zijn we ook heel druk mee op dit moment. Ook met Duitsland en België bijvoorbeeld.
En anderzijds kijken we heel sterk samen met de steden naar regionale... Ja. Wat zou de aardige oplossing? Dus hoe kan de stad innoveren dankzij data of de beschikking van data die jullie hebben? Ja, eigenlijk is dat bijna te veel om op te noemen. Wat wij leveren is informatie. Een van de innovaties die ze kunnen doen, maar ja, of als je de innovatie wil noemen, is waar moeten we investeren en waar niet. Vaak dan in het verleden moest je investeringsbeslissingen nemen als stad, als stadsbestuur. Eigenlijk op gut feeling van nou, we denken wel dat dat een goed idee is. En tegenwoordig kun je met behulp van, als je het tenminste verzamelt en goed rapporteert, kun je op basis van veel meer informatie op data, kun je baseren je besluitvorming. Nou, hoop ik je niet te beleiden, maar je bent ook je informatie aan het opleuken. Je wilde wat meer mee doen, je vertelt het ook. Ik geloof dat je ooit op het journaal zag uitleggen van wat je allemaal kan doen en kan leveren. Het is een beetje de afdeling klimatologie die ook de weerman levert. Nou ja, kijk, wat we willen doen is de informatie op een manier aanleveren dat het ook gebruikt wordt. He, dus in onze communicatiestrategie willen we ervoor zorgen dat wij niet alleen maar tabellen op een site ergens plaatsen die niemand ooit gebruikt. Wij willen het gebruik ervan. Ja. We willen het gebruik van onze data willen we maximaliseren. Dat betekent dat we het onder de aandacht moeten brengen. En dat doen we heel erg neutraal. Dus we nemen geen stelling in, maar geen subjectieve zaken. Maar we doen het wel op een moderne manier. Dus we maken ook gebruik van moderne communicatiechannels, zoals dat mooi heet. Ja. En dat is ook heel succesvol gebleken. Mensen eten het op, zeg maar. Is dat zo? Ja. Waar merk je dat dan? Dat merk je aan het aantal citaties bijvoorbeeld naar ons werk. Ja. Zeker als je kijkt naar... We meten het op een aantal manieren. Gewoon het aantal keren dat het gewoon geciteerd wordt. Maar ook bijvoorbeeld als je naar de kranten kijkt. Zijn het dan kleine dingetjes in de kantlijn of zijn het echt hoofdartikelen? Ja. Hoe vaak zijn wij in bijvoorbeeld primetime journaals aanwezig met... Dat ben je ook aan het meten? Dat meten we allemaal. Wij zijn meters, hè? Wij meten alles. Ja. Je meet je eigen succes. Wij moeten ons eigen succes ook meten. Want je kunt die dingen allemaal wel doen, maar je moet wel even kijken of het succesvol is. En waar scoor je dan vooral mee, als ik dan nog één stapje verder mag? Nou, wat opvalt is dat... zoals vandaag hebben we de economische groei. En de werkloosheid natuurlijk, dat scoort. Dat is bijna een evergreen, ja, toch? Precies. Wat heel erg altijd scoort, dat zijn dingen die dicht bij de samenleving staan. Dus mensen die dicht in de wijk komen bijvoorbeeld. Als je iets vertelt over een bepaald... bijvoorbeeld met een kaart erbij, waarin precies per wijk van Nederland, per regio in Nederland staat, hoe het ervoor staat. Dat zijn dingen die heel erg aanspreken. Mensen vinden die geaggregeerde landelijke cijfers wel aardig, maar ja... Een kaartje van Den Haag, van hoe de inkomensverdeling over de stad verspreid is, dat doet het dan. Dat doet het erg goed. Ja. En dat is gewoon een feitelijke weergave. Dus zou je nog dichter bij de gebruiker of bij de inwoner van Nederland moeten komen? Ja, daar zie je dus waar mensen... dat is het mooie van deze manier van heel scherp monitoren hoe het wordt opgepakt, is dat je precies erachter komt waar mensen behoefte aan hebben. Als we het koppelen aan innovatie, dus we zien dat data als factor in het nemen van beslissingen steeds relevanter wordt. Hoe zie je dat voor je? Wat kunnen jullie daarin doen? Nou ja, wij moeten steeds meer... Een van de aspecten, dus ik zei net van communicatie... Wij moeten ervoor zorgen dat de informatie die wij al hebben... Dat is gigantisch veel. Dat ook gebracht wordt naar diegenen die het kunnen gebruiken. En dat is eigenlijk iedere Nederlander. Maar zeker politici en bestuurders. Beslissers. Dus dat moeten we proactief brengen, want ze gaan het zelf niet zomaar halen. Dat leert het verleden wel. Nou, dat leert het verleden wel. Het is zo'n grote brei van data. Dat als je het niet een beetje prettig aanlevert, dan ga je erover uit. Dan ga je, ja. Exact. Ja. De tweede is, dat is meer de inhoudelijke kant. Is dat als je gewoon het, toen ik net begon, maakte ik een rondje langs allerlei stakeholders en ik vroeg van, nou, hè, wat vind je dan? Ze zeiden van, ja, kijk, daar staat er bijvoorbeeld, dat het voorbeeld weer te blijven van de werkloosheid is zoveel procent. Is 0,1% gestegen. Wat heb ik aan zo'n cijfer? Of BBP is één. Ja, snap ik. Want er zijn zoveel variabelen daaronder die aan het werk zijn, die maken dat dat zo is. Dat je eigenlijk niet kunt zeggen van nou, dat is dus goed of slecht. Of we hebben een keertje een daling gehad van het BBP. En dat kwam doordat we een goede winter hadden, of een warme winter. Ja, dan stook je minder gas. Oh. Weet je, dus je wil als beleidsmaker, als besluitvormer, wil je natuurlijk een antwoord op een vraag. Mensen zijn, ik zeg het ook vaak intern, mensen zijn niet geïnteresseerd in statistiek. Mensen zijn geïnteresseerd in een antwoord op hun vraag.
Ze hebben een vraag, ze willen iets weten, ze willen iets begrijpen. Ben je zo jouw eerste speech in je organisatie begonnen? Nou, dat niet. Maar in principe is ook zelfs mensen bij ons, als ze gewoon als burger zitten, zijn ze niet geïnteresseerd in statistiek. Nee, wat betekent het voor mij en wat kan ik ermee? En ja. Komt het maar dus uit? Wij moeten ons altijd afvragen, wat is nou eigenlijk de vraag die men heeft? En nu moeten wij niet degene zijn die die vraag beantwoordt. Dat is niet onze rol. Maar wij moeten wel de gegevens aanleveren die iemand anders in staat stelt. Wat de vragen zijn. Ja. Ja, je kunt de gegevens niet aanleveren. Dat is een wetenschapper. Hoe werkt de wetenschap? Je maakt een hypothese, je maakt meerdere hypothesen. Je verzamelt gericht de data. En je gaat dan vervolgens kijken welke hypotheses in lijn zijn met die data. Heb je wel een vrij lyrische beschrijving van wetenschap nu. Hè? Dat is een hele schematische beschrijving. Ja. Maar het is wel ongeveer zoals het hoort te zijn. En als je niet gerichte data verzamelt en aanbiedt die mensen nodig hebben om besluiten te kunnen nemen, dan lever je geen, zoals het in de militaire wereld heet, geen actionable intelligence. Je levert geen informatie waar mensen echt wat mee kunnen. En dan is het eigenlijk niet meer geworden dan een factoid. Ja. En wij zijn niet natuurlijk een organisatie 2000 mensen om factoids aan te leveren. Maar is het model waar je dan op weg bent? Want je bent in Eindhoven een land aan het experimenteren. Maar je zijn sowieso de beweging naar op stads- of gemeenteniveau. Eindigt het CBS op 400 plaatsen als urban or rural data center? Nou, dat is natuurlijk interessant te ontwikkelen. Het is heel interessant om te wachten hoe dat gaat lopen. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat er straks 400 urban data centers zijn. Dat er meer geclusterd zal worden. En dat zie je nu ook al een beetje ontstaan overigens hier en daar. Ja, ja dat ze samen aan het verschillende steden samen denken zijn over één urban data center. En dat er dus maar een beperkt aantal in Nederland. Heb je dan steden zoals Amsterdam, Eindhoven en dergelijke? Ja, maar ook kleinere juist. Ja, dus die willen dan samenwerken. Maar wat heel belangrijk is, en dat is echt essentieel in dit geheel. Als we dit niet doen, dan gaat iedere Nederlandse middelgrote en grote stad op de eigen manier aan de gang met de data. Op dat spoor zat ik al, want als jij het niet doet, dan gaan zij het doen. Exact. En dan krijg je allemaal verschillende definities. Ja. Je krijgt allemaal verschillende data-infrastructuren. Je krijgt de hele technische infrastructuur zal anders zijn. Dingen zullen niet aansluiten op elkaar. Dat wordt dus potentieel. En je krijgt alle privacy-problemen die erbij horen. Dus jij loopt nu met een aktentasje langs alle burgemeesters van Nederland om te zeggen van, doe dat niet, maar kom bij mij. Ik zelf niet, maar inderdaad, wij als organisatie doen dat. En we worden echt, wat dat betreft, we vinden heel veel enthousiasme op onze weg. En mensen zijn heel erg aan het denken over data. Het viel me eigenlijk op. Ja? Hoeveel er in gemeenteland wordt nagedacht over data. En wat moeten we? Wij moeten ook iets daarmee. Maar wat dan precies? En hoe halen we die mensen naar ons toe die is dat kunnen? Is dat niet een heel erg, oh jeetje, wat een hulpvraag. We moeten iets met data. Ja, dus ze willen hun stadsbestuur willen ze verbeteren. En ze willen de zichtbaarheid, de transparantie van hun stadsbestuur. Nemen. Betere beslissingen, meer kunnen onderbouwen, et cetera. Nou ja, de verantwoording die wordt natuurlijk ook steeds erger. Dus ze willen dat meer. En vervolgens zitten ze wel van, ja, maar hoe kunnen wij nou als kleine gemeente of als middelgrote gemeente met niet als kerntaak data analytics, hoe kunnen wij dat dan opzetten? En daarom zeggen wij van, wij hebben al een hele infrastructuur, we hebben 100 jaar ervaring. Is het niet een aardige gedachte als we samenwerken? Ja. Als een gemeente het zelf moet doen, dan moet die integraal de hele infrastructuur opzetten om die data te gaan verzamelen en te gaan analyseren. Voor ons is het vaak een marginale investering. We hebben al wat en we doen nog een stukje extra en dan hebben we het gedetailleerder, zeg maar. Een onderdeel uitmaken van die lokale of gemeente, lokale community. En liefst dus met één integrale landelijke data infrastructuur en structuur, zodanig dat je ook kunt inzoomen, uitzoomen en vergelijken met andere landen. Ja, want dat veronderstel ik. Want als Amsterdam zich wil vergelijken met Barcelona of wil samenwerken met New York, moet het ook kunnen. En daar heb je ook de internationale arena voor om dat te kunnen doen. Ja, want wij werken nu ook samen met het World Council for City Data. Dat is een internationaal initiatief van mensen die hebben bedacht welke indicatoren heb je nou eigenlijk nodig om een stad goed in kaart te brengen. Van ongelijkheid tot inkomen, tot afval, vervoersbeweging, alles. Het zijn wel iets van 1000 indicatoren. Die hebben ze ook nog heel scherp gedefinieerd en een ISO-certificaat opgeplakt. Dus je kunt daar een certificaat voor krijgen als stad. Twee Nederlandse steden volgens mij doen daar ook al aan mee. Amsterdam en Rotterdam, dacht ik. En wij hebben met hun nu zeg maar zijn aan het samenwerken om te kijken of we dat dus niet
mee kunnen nemen in die urban data ontwikkeling. Ja. Zodat we dat eigenlijk voor al die steden waar wij nu urban data centers beginnen, dat we dat overal kunnen doen. Daarmee krijg je één uniforme structuur, datastructuur voor alle steden, die ook nog eens met heel veel steden in de wereld. Dat zijn definities die je op wereldniveau kan vergelijken. Ja, want je kunt Shanghai bijvoorbeeld doet ook mee. Allerlei Canadese en Amerikaanse steden doen ook mee. Er zijn allerlei steden in de hele wereld die eigenlijk dit al doen. Dus je kunt dan ook meteen zo'n stad vergelijken met een heel netwerk van internationale steden. Ja, dus je kan zal je vergelijking inrichten als uiteindelijk je eigen beslissingen nemen. En ondertussen lopen er ook nog allemaal bedrijven doorheen die met eigen data dat ook aan het doen zijn? Ja, die bedrijven, kijk, de wijze waarop wij hierin zitten, waarop ik persoonlijk in zit, ik ben heel erg van de public-private partnership. Open armen richting bedrijven die met ons samen dit willen doen. En we hebben iets anders gestart een tijdje terug, hè, de Big Data Center in Heerlen. En daar hebben we een heel netwerk van bedrijven bereid gevonden om met ons samen te werken daar. Grote en kleine, ook Nederlandse start-ups. Ik geloof dat wij dit niet alleen moeten willen doen. Ik denk dat we dit samen met technologiebedrijven samen, want iedereen worstelt met dezelfde problematiek. Sommige bedrijven qua infrastructuur hebben ze gewoon heel goede dingen staan. Sommige hebben ook hele goede data, dus die kunnen we ook gebruiken daarbij. En daarom is samenwerking denk ik essentieel in het belang van ons allemaal. Maar dan begeef je je toch steeds meer op die wereld van de private partijen die ook belang hebben bij oplossingen. Die hun eigen technologie of hun eigen data inbrengen, dan word je daar toch afhankelijk van? Ja, dus dat moet per geval worden bekeken, inderdaad. In welke mate, kijk, als je bijvoorbeeld een cruciale statistiek hebt, laten we zeggen BBP of werkgelegenheid. Stel je voor dat je nu een samenwerking gaat aangaan met een bedrijf en dat bedrijf samen met ons is in staat op basis van heel andere bronnen, maar waar zij aan de knoppen zitten, zeg maar. Iets te kunnen zeggen over de werkloosheid zonder dat je mensen hoeft te bellen. Dan heb je het potentiële probleem dat als het bedrijf, als je je oude statistiek methode niet meer gebruikt, dat het bedrijf op een gegeven moment zegt van nu wil ik er heel veel geld voor hebben of ik stop er gewoon mee. Daarom, dat is een van de fundamentele problemen van big data for official statistics. Ja, dat kan me voorstellen. Wij moeten niet alleen goede data hebben, en dat is niet big data niet altijd. Het is wel heel veel data, dat compenseert een beetje. Dat kan helpen om ze goed precies te maken. Ja. Maar wij moeten ook een stabiele databron hebben. Ja. Wij moeten zeker weten dat we aan die data kunnen komen. Niet alleen nu, maar ook volgend jaar en over 10 jaar. En dat maakt het af en toe nog wel eens ingewikkeld. Maar, zoals het vaak gaat met innovaties, als je je daardoor nu al laat remmen bij voorbaat, dan gebeurt er niks. Dat ook niet, nee. Je moet wel al gaan en bewegen en dan op een gegeven moment, dan zal als er iets heel succesvols uitkomt, zoals dat vaak gaat, als er iets heel succesvol uitkomt, dan zal de werkelijkheid zich om dat feit heen draperen, zeg maar. Maar wil je daar in de voorhoede van zitten? Ja, daar wil ik in de voorhoede van zitten, want zonder dat je weet of dat uiteindelijk de oplossing is waarom de wereld zich groepeert. Klopt, want je weet niet, bij innovatie weet je nooit waar je uitkomt. Laat het niet aan de voorkant definiëren. Je hebt een algemeen idee dat er iets waardevols kan zitten, maar wat het exact is, dat kun je nooit helemaal van tevoren uittekenen. En als je dat wel kunt uittekenen, dan is het niet echt een innovatie. Nee. Dus, nee, dat lijkt me. Maar goed, dat zoek je op. Ja. Met risico's die eraan vastzitten. Met risico's. En daar zullen dus ook leereffecten in zitten. En daar zullen dus ook miskleunen in zitten. Ja. Mag dat? Dat mag, dat moet. Want innoveren, dat is experimenteren, zoals ik ergens wel eens heb gezegd. Nee, dan mag er iets fout gaan, want anders innoveer je niet. Maar mag jij dat doen? Mag je fouten maken? Nou, kijk, afhankelijk van welk fout je bedoelt. Snap ik. Als we het hebben over... In dit kader geef ik altijd het voorbeeld van een vliegtuigbouwer. Als je kijkt naar Boeing of je kijkt naar Airbus, dat zijn het buitengewoon innovatieve technologiebedrijven. Maar tegelijkertijd leveren ze producten af met een kwaliteit die ongekend is. Ja, gegarandeerd goed. Bijna gegarandeerd goed. Ja. En dus het kan samen. En dus dat hele idee van innoveren, vallen en opstaan, fouten maken, dat niet samen zou kunnen gaan met gewoon topkwaliteit leveren, dat is gewoon een misvatting. Nee, het moet zelfs een bijdrage aan die topkwaliteit leveren. Maar experimenteer je op dat terrein? Ja, wij experimenteren bijvoorbeeld de hele big data initiatief wat we nu nemen. Urban data in feite ook. Het zijn allemaal toch tot op zekere hoogte experimenten. We weten niet, je vroeg net van, gaan we straks 400 van die datacenten. Ja. Wat ga je exact dan doen?
Geen idee. Ik weet het ongeveer, maar ik weet het niet precies. Wat ik wel zie, is dat er een community ontstaat. Dus bij de gemeentes, bij ons, maar ook daarbuiten bij bedrijven. Die op de een of andere manier het allemaal, al terwijl we aan het werk zijn, het allemaal aan het uitvinden zijn. En op een gegeven moment zal het er zijn. En dan zeggen we van ja, logisch, dat er. Achteraf, maar dat ja. weet je nu niet. En dat is dan juist eigenlijk het mooie. Je moet het allemaal zien als een groot ontdekkingstocht. Mag ik jou bedanken voor het gesprek? Graag gedaan. Dankjewel.